Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Try Rianne. Ik ga in deze video elegant touch nagels met jullie samen plakken. Ik heb die nagels van dat merk nog nooit uitgeprobeerd. En dat zijn bijvoorbeeld deze. Er zitten er nu geen in, want ik heb ze al uitgehaald. Per pakje zit er sowieso een klein lijmpje, maar ik heb ook een grote lijm. Dus als ze afvallen, kan ik ze altijd nog iets bijplakken. Ik ben een ramp in mijn nagels verzorgen en een ramp in het onderhouden. Of, allee, ik kan mijn nagels wel goed verzorgen en meestal zijn ze echt wel nog nice. Maar er loopt altijd toch iets mis op een bepaald moment en dan breken ze weer af. Of dan zijn ze helemaal kapot. Dus zo zien ze er nu uit. Dus niet zo aangenaam. En ik ben echt wel nog zot van lange nagels bij mij. Ik vind dat elegant. Dus ik vond het wel leuk om dat een keer te testen. Want ik heb, meestal koop ik valse nagels van de Primark, van de Kruidvat en Elegant Touch. Ik heb daar al veel goede dingen over gehoord. Blijkbaar beschadigt deze lijm ook uw nagels niet. Dus we gaan dat gewoon een keer testen en we gaan zien hoe schoon dat eruit ziet. Oké, eerst en vooral heb ik mijn kleurtjes al gekozen en mijn nagels al uitgelegd. Ik had gekozen voor de Elegant Touch Amour Amour Romance. Dat zijn deze lichte roze, nude kleuren, maar ik ben niet zo zot van die diamantjes. Maar ik had een probleem, want ik had er niet genoeg om enkel dus roze te hebben. Maar ik heb het dan gecombineerd met Elegant Touch Limited Edition. En dat is met glinstertjes, dat zijn deze. Dus aan mijn ringvinger ga ik deze dan plakken, want die passen er eigenlijk echt wel nog mee. Dus hier heb ik ze al uitgelegd hoe dat ik ze ga plakken. Dus hier staat er met fotootjes op wat dat je dus moet doen. Stap 1, je krijgt zoiets erbij. Dan past je de nagels. Dan doe je lijm op je nagel en dan breng je de valse nagel aan. Zo simpel is het. Oké, we gaan dat doen. Ik ga mijn vest misschien een keer afdoen. Ik ben echt zo iemand die oftewel te lui is om haar vest uit te doen of gewoon omdat het lekker warm is, doe ik dat niet snel. Dus wat we nodig hebben is dit en dit. En ik heb ook nog een extra veil mee om deze nagels dus te veilen, want ze zijn redelijk lang. Ik ga jullie ondertussen ook wat draaien, want het licht is beter zo. We moeten eerst de nagels een beetje polieren, hoe zouden we dat noemen? We brengen een beetje lijm aan op de nagel blijkbaar. Ik weet niet hoeveel dat moet zijn. Dan pakken we de nagel. Zetten we dat zo onder. Je moet dat tegen je nagelriem duwen blijkbaar. En dan pas op je nagel duwen. Qua maat zit dat wel dik oké. Ik heb hele kleine pinknagels. En dat is de kleinste maat van een nagel. Dat is nummer 9. Maar dat is een beetje te breed voor mij. Maar het valt mee. Zo ziet dat eerste nagel eruit. Oké, ga je focussen? Ja, focus. Dat vind ik dus veel te lang. Als je dat vergelijkt met mijn andere nagels, is dat veel te lang. Dat is precies een heksennagel. Maar ik ga die straks nog bijveilen. En ik heb ook graag dat het mooi afgerond is. En die zo in het hoe dat ze eruit zien, zonder dat ze geveild zijn, veel te lang, want ze zijn zelf krom. Dat heb ik dus niet graag. Dus die ga ik zobiet bijveilen. Ik ga eerst mijn andere hand plakken. Heb ik hem scheef geplakt. Nu zit hij zo hard vast dat ik hem niet meer los krijg. Ik heb er nu echt gewoon ook lijm op gesmost. Stoem, stoem, stoem. Het is zo hier zo wat beschadigd. Ik kan het toch een keer niet deftig doen zonder dat ik iets uitsteek. Stomme, stomme Marisa. Beide handen zijn gedaan. Veel te lange nagels. Veel te krom. Het is ondertussen al veel later. Het is mij eigenlijk gelukt om al mijn nagels te veilen. Maar dat is altijd een werk. Dat ligt niet per se aan die nagels. Het is gewoon altijd een werk om dat te veilen en om dat te krijgen hoe dat je wilt. Zeker mijn rechterhand. Ik ben rechtshandig, dus met mijn linkerhand veilen is een hel. Maar ik ga jullie dus tonen hoe dat het er nu uitziet. En ze zien er dus zo uit.
Qua lengte zijn ze wel nog redelijk lang. Dus als ze mij toch wat tegensteken, ga ik ze nog korter maken. Maar ik vind ze eigenlijk echt wel nog mooi. Ik ben echt een hele grote fan van nude kleuren. En dan zo, ja, die blinkers, het stoort mij eigenlijk niet. Ze zitten super stevig vast. Je krijgt ze nu even niet meer los, dus ik hoop dat ze lang goed blijven. Ze zijn heel mooi van vorm. Ze passen eigenlijk echt heel mooi op mijn vinger, dus ik ben er heel content van. Dus ja, ik geef het sowieso een... ik geef het sowieso een thumbs up voor de Elegant Touch nagels. Ik ben al sowieso een valse nageldrager. Ik weet, niet veel mensen zijn er zo fan van, maar ik vind ze goed. De lijm is oké. En als ze beloven wat ze zeggen, dat dus de lijm je vingers niet beschadigt, dan ben ik helemaal fan. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, geef het dan zeker een thumbs up. Abonneren, zeker doen. Zouden mij heel blij mee maken. En tot de volgende keer.